Dirk van Duivenbode, net na de World Cup. Maar opvallend, vlak voor de World Cup op de Pro Tour zien we geen blauwe vlees meer bij jou. Heeft dat een reden? Ja, dat is een intern iets. Ze hadden iets veranderd in de formule. En ik wilde nog met de oude spelen, met de oude formule spelen. En daar heeft eigenlijk mee te maken. Toen heb ik gezegd, welke kleur heb je nog in de oude formule? En dan neem ik die. Of toen heb ik er een paar geprobeerd en dan kwam deze uit. Heeft ook met je ogen te maken als je hem weggooit met de kleur? Heb je daar nog veel last van? Nee, ik deed het echt puur om die formule. En dan heb ik vier verschillende kleuren geprobeerd en deze kwam er het beste uit. En voor mijn gevoel ook ietsje beter nog dan de blauwe. Dus ik denk dat het wel effect heeft, maar ik zou niet weten hoe. Goed, je bent onderweg naar je tweede World Matchplay. Vorig jaar was je close tegen Johnny Clayton. Hoe ga je dit jaar anders doen? Vorig jaar was alles nieuw en dat was volgens mij ook weer een van de eerste wedstrijden met publiek. Dus dat is allemaal wennen. Adrenaline was toen heel veel te hoog. Waardoor ik gewoon te gaas gooide voor mijn gevoel. En ik had die wedstrijd niet hoeven verliezen, vond ik. En dit jaar had ik gewoon met meer ervaring in de tas en zeker ook weer heel veel voor het publiek gespeeld. Dus ik heb er gewoon goed vertrouwen in. En ik ben, hoe het er nu voor staat, seed, dus dat scheelt ook. Ja, je hebt natuurlijk twee posities gedaan. Dit jaar sta je als seed, voorjaar sta je niet als seed. Wat heeft je voorkeur? Nou ja, wel als seed. Want of niet als seed en dan degene uit vorm loten. Maar goed, dat heb je niet in handen. Dus als je gewoon seed bent, heb je zelf in de hand dat je niet de top 6 in de eerste ronde hebt. Dus ja, dat is toch wel makkelijker beginnen, denk ik. Verder kijk, je verdedigt nu je allereerste toolkaartjaar. Dat was een knaljaar, maar eigenlijk valt het op zich wel mee, want je hebt nu 13 euro toes in plaats van 3. Is dat een beetje een meevaller? Ja, en toen heb ik er maar 1 meegedaan. En nu doe ik ze alle 13 mee. Dus dat is, het is alleen een meevaller als je daar meedoet. En ik doe de mee als je, dus elke een rondje winnen kan je goed verdedigen. En ik heb momenteel sta ik al op hetzelfde punt qua prijzengeld als dat ik toen stond na de Grand Prix. Ik sta nu op 72.000 verdiend dit jaar en toen ook na de Grand Prix 72. Dus ik lig gewoon hartstikke goed op schema om een jaar goed te verdedigen of te verbeteren zelfs. Als we nou even terugkijken naar jouw geschiedenis, jij weet alles. Je hebt het meegemaakt om achter elkaar terug naar Q-School te gaan en nu dit. Geeft dat ook een beetje relax van ik heb het toch al meegemaakt, ik weet wat het is om weer naar Q-School te gaan. En nu zit je in het hoogste segment. Is dat een beetje een soort ontspanning die jij meeneemt? Nou, ik ben nooit met Q-School bezig, omdat ik heb nooit angst dat ik Q-School niet haal. Omdat ik gewoon vind dat mijn niveau hoger is dan de mensen die daaraan meedoen. En aan de andere kant, zij hebben dezelfde gedachte, alleen ik heb er steeds gewoon mijn toolkaart gehaald, eigenlijk zonder moeite. En ik denk daar nu helemaal niet meer aan. Je bent nu eerder bezig met uit de top 20 vallen dan met uit de top 64 vallen. Je voorzie jezelf gewoon als een vaste waarde in de top 16, wat ook vrij reëel is? Top 16 weet ik natuurlijk niet. Dat ligt een beetje aan de hoek verdedigd dit jaar. Ik denk dat ik wel het niveau heb voor een vaste top 16 speler. Maar ik denk op dit moment, laten we hem even houden op top 24 speler, dat ik dat sowieso wel was en ben de komende tijd. Maar de ontspanning zit er wel in, want je ziet vaker eerste ronde player championships, het gaat allemaal heel makkelijk door. Kost het minder moeite dan voorheen? Ja, oké, dat misschien wel, maar dat is ook omdat je overal voor geplaatst bent. Ontspanning wil ik het niet noemen, alleen ik ga nou maar gewoon een andere mindset zo'n toernooi in. Als je overal voor geplaatst bent, dan ga je echt om zoveel mogelijk te pakken dan meer. En als je op plekken staat dat je nu gekwalificeerd bent voor het toernooi, denk je, ja, ik moet een rondje winnen en nog een rondje. En dan staat daar veel meer druk op en dat is dan nu niet. Maar ja, nog steeds wel spanning. Dirk, dankjewel.